morgen, nou je weet eigenlijk pas echt als dat het zomer wordt, als ik om 6:50 in mijn pyjama op een doordeweekse dag eerst aan mijn ontbijt zit. Dan ben ik vroeg opgestaan, jongens. Ik ben totaal geen ochtendmens, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga liever 's avonds wat langer door en dan 's ochtends sta ik zo laat mogelijk op. Echt zo laat dat ik het net allemaal red. Oh, je ziet op de achtergrond de badkamerdeur openstaan. Dat is mijn wasmachine. Ja, droger en mijn wasmachine. Wat zei ik? Oh ja, dat ik sta echt precies zo laat op dat ik het net allemaal red. Dat ik net allemaal op tijd ben, zeg maar. Daarom ben ik ook nooit opgemaakt 's ochtends. Ik blijf echt liever nog 10 minuten, een kwartiertje liggen dan dat ik tijd daaraan besteed. Maar nu is het 's ochtends al zo lekker licht. Ja, volgend weekend gaat de klok, dat is als jullie dit ziet, is het vannacht geweest, gaat die klok natuurlijk weer vooruit. Dus dan zal het in het begin wel weer even wat minder zijn. Maar goed, dat trekt op zich best wel snel weer bij. Dus dan kan ik 's ochtends ook echt even rustig ontbijten. Nou, ik ontbijt anders ook wel hoor, maar niet rustig. En even met jullie kletsen en even op mijn telefoon. En dan om 7:00 ga ik mezelf wassen en aankleden en zo. En dan, naar mijn werk. En dan heb ik er gewoon de halve dag op zitten voor mijn gevoel. Nee, dat is natuurlijk niet waar, maar heerlijk. Het is echt, daarom ben ik altijd zo blij met de zomer. Ik hou van licht. Daar word ik altijd een stuk blijer van, zeg maar. Goedemiddag. Dinsdagmiddag. Ik ben weer thuis van werk. Of dinsdagavond is het al eigenlijk. Het is 6:50. We staan op het punt om naar de kaartclub te gaan. Tenminste, mijn ouders zijn gewoon thuis hoor. Maar ik ga daar dadelijk langs. En dan gaan we gezamenlijk de kant op. En als ik het nu niet weer vergeet. Denk het niet hoor. Maar dan neem ik jullie mee. Even kijken, wat ga jij doen? Goedemorgen. Ik had gisteren die timelapse gemaakt en daarna viel mijn batterij uit. Dus ik heb verder niet meer kunnen filmen. Nou ja, jullie hebben er in ieder geval iets van gezien. Tenminste, dat hoop ik, want ik hoop dat die dat clipje bewaard heeft. Nou, jullie hebben het al gezien. Ik ga het bij het editen wel zien. Het is nu bijna 7:30. Woensdag. En ik ga zo werken. We hebben teamdag vandaag. Ik neem de camera voor de zekerheid mee. Misschien kan ik wat beeldjes maken, ik weet het niet. Maar we gaan het zien. En anders zie ik jullie gewoon gezellig vanmiddag weer. Al zij hebben we zojuist de escape room gedaan bij Maze. Dit zijn de rooms die er waren. En die heb ik zelf gedaan. Dat was echt heel erg leuk. En nu zitten we even na te praten. Maar het was een fantastische ervaring, toch Wilje? Ja? Het was super. Het was leuk, hè? Echt een leuke ervaring. Wij waren een goed team bij samen. Ja, we hebben het goed gedaan. Goed aan. Zo, weer thuis. Wat een leuke dag vandaag. Vanochtend hebben we een beetje, ja, echt een teambuilding-achtig, meer theorie en meer op het werk gericht gedaan, zeg maar. Maar vanmiddag zijn we dus met z'n allen naar de escape rooms gegaan, waarbij we in 3 verschillende kamers, zeg maar, zaten. Met z'n in groepjes verdeeld. Maar wat is dat leuk, zeg. Ik vond hem echt
fantastisch. Er zitten zoveel elementen in en alles wordt geprikkeld. Je wordt er heel creatief van, maar ook heel fanatiek tenminste. Ik zag dat ook bij anderen. Vond het echt heel erg gaaf om te doen. En deze, dat was bij Mees op de Binkerslaan in Den Haag. Die is ook nog eens goed toegankelijk. Ik kon op een gegeven moment niet naar een andere ruimte toe. Maar kon wel met iedereen in contact blijven. Meepuzzelen, meedenken. En heb me geen moment buitengesloten of wat dan ook gevoeld. Dus het was echt, dat hadden ze heel goed gedaan. Het was echt heel erg leuk. Dat was een superleuke dag. Dus dan is het niet zo erg om te werken op je vrije dag. Nou ja, gelukkig ben ik nu vrijdag lekker vrij. Dus morgen het laatste werkdagje. Goedemiddag. Oh, ik ben jullie helemaal vergeten. Is dat wat? Ik weet niet eens meer wanneer ik voor het laatst heb gefilmd. Ik weet dat ik gisteren nog heb gefilmd, maar dat kwam omdat ik met een collega iets ging filmen voor het werk. En daarna weet ik het gewoon niet meer. Daarvoor eigenlijk ook. Nou ja, in ieder geval, het is vrijdag al 2:05. Ik ben vrij vandaag. Het is, ik heb gereld met woensdag. Ik heb vanochtend wel gewerkt. Ik denk dat het daar ook door kwam. Ik kan ook thuis werken, gelukkig. En ik moest nog wat dingen afmaken. Dat bleef maar in mijn hoofd zitten. Dus ik ben daar al om 7:50 eigenlijk mee begonnen. En ik was rond 11:00 klaar of zo. 10:30. Nou, wat heb ik verder nog gedaan? Ik heb gedoucht, mijn haren gewassen. Ik heb nog wat serie gekeken. En voor de rest eigenlijk niet. Boodschappen gedaan daarnet. Gegeten. Maar waarom ik nou er niet aan gedacht heb om te vloggen? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, ik ga nu wel de weekvlog afsluiten. Want het is vrijdag en de weekendvlog komt er zo alweer aan. Dus dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog of video. Doei doei!